Ruinerwold is in tegenstelling tot de rest van Drenthe eigenlijk een heel rijk dorp. He, mensen die komen hier vaak en denken dat het alleen maar armoede is. Nou, dat is hier zeker niet het geval geweest. Achter mij museumboerderij De Karstenhoeve in Ruinerwold. Het is een museumboerderij die het boerenleven laat zien zoals het rond 1900 hier was. De boerderij is van 1680, wellicht zelfs nog ouder. Uit het Haardstedenregister van 1614 blijkt dat er hier ook al een boerderij stond. De boerderij is ingericht zoals een boerenfamilie in 1900 leefde. Je kunt in het voorhuis ook heel mooi zien de daagse keuken waar men zat te eten, waar gekookt werd. In de kelder staan de wekpotten, hoe het voedsel bewaard werd. De opkamer met de prachtige schouw en de beddensteewanden. We geven altijd een rondleiding ook door het voorhuis. We vertellen daarin ook heel veel over spreekwoorden en gezegdes die van oorsprong van de boerderij komen. De rijkdom in Ruinerwold is voor een groot deel te danken aan de handel in boter. Ruinerwold ligt vlakbij Meppel. Meppel had van oudsher al een belangrijke botermarkt. Het was een van de grootste botermarkten van Nederland. De boter hier was van goede kwaliteit, we hadden hier goede graslanden en ook de boeren zagen al vroeg het nut in van het veredelen van het vee. Waar ik nu sta, dat is bij de karnmolen. De boeren karnen zelf de boter. De karnmolen werd aangedreven door een paardje of een hond. Die liep hier zijn rondjes. Dan ging staat de karnvat. Daar werd de boter in gemaakt. Die boter die ging in vaten naar de markt. Vooral in de najaarsmarkt was vrij bekend de Boterdonderdag in Meppel. Je ziet hier in Ruinerwold de rijkdom van de herenboeren. Maar wat je ook hier op het platteland zag, waren nog de plaggenhutten. Het verschil tussen arm en rijk was heel goed zichtbaar. De rijkdom van zo'n boer is voornamelijk te zien aan de inhoud van de linnenkast. Linnen was vroeger een duur product. De meiden en de knechten werden ook al uitbetaald in linnen. En wat natuurlijk ook ontzettend mooi is om te zien, zijn de koetsen in het achterhuis. Mijn naam is Koop Karsten. Ik ben boer op deze boerderij en woon hier samen met mijn gezin, met vrouw en kinderen. Daarnaast wonen we samen nog met 3 inwonende knechten en 2 meiden. We hebben hier een mooie, grote, welvarende boerderij en we danken onze welvaart voor een groot deel aan de verkoop van boter. En die boter die verkopen wij op de markt in Meppel. Dat doen wij met de boerenbrik. Een boerenbrik is een koets waarin we zowel goederen als personen kunnen vervoeren. Een oudere rijtuig is een verenwagen. Die is van ongeveer 1830 met een mooie linnen kap die helemaal open kan, zowel van goederen en overkant van personen. Dit is een Drentse boerenwagen uit 1821, het oudste wagen die wij in ons bezit hebben. En deze werd gebruikt voor het halen van graan van de velden of hooi van de landerijen. Dit is een mooi exemplaar waar we erg blij mee zijn. Dit is onze kerkkoets. Met deze koets gaan we met onze familie overal naartoe. Gaan we naar de markt of gaan naar familiebezoek, naar de notaris of naar de dokter. Deze koets was ooit de eerste prijs op de Meppelenpaardenloterij in 1901. En is gewonnen door de heer Abbink. En de koets is daarna altijd op Ruinerwold gebleven en is het pronkstuk van ons museum. Goedendag, ik ben mevrouw Karsten. Ik ben boerin op deze mooie boerderij. Mijn man Koop Karsten is een vooraanstaand man. Hij is lid van het gemeenteraad en van de kerkenraad. Maar ik zie dat hij er nou niet is. Nee, dat komt, hij is met de man naar de koen. En als de man naar de koen gaat, laat de boerin al dit kabinet zien, want daar is ze trots op. Dus ik laat hem zien wat kabinet is. Maar het kabinet dat stamt uit 1770, 1775, uit Lodewijkstijl 15e. Je ziet op de deur, zie je de jagertien afgebeeld. Kijk. En dit wil ik graag al laten zien aan de andere boerin als ze bij mij op visite komt. Elke boer heeft ook een klein akkertje waar die vlas op maakt, want daar wordt linnen trouwens van gemaakt. De slopen ligt hier mooi op, spiegeltjes noemen wij dat. Ja, maar we willen graag laten zien dit mooie gekantklaste raampje. En hier ben je ook mooie rondlin. En als ik nog bij de buurvrouw kom, bij een andere boerin, kijk ik altijd in
hoe breed die boer of die rol bent. Want sommigen hebben ze wel mooi dik opgerold, maar bent ze maar zo breed. Nou, bij mij zijn ze helemaal kastenbreed. We zeggen dan, wie breed heeft, laat breed hangen. In tegenstelling tot heel veel dorpen op Drentse platteland is Ruinenwold van oorsprong een rijk dorp. Ruinenwold heeft echt geprofiteerd van de handel in Meppel. Meppel had een bloeiende markt op donderdag. De boter en de biggen gingen naar Meppel en alles in Ruinenwold ademt nog die rijke sfeer uit van vroeger. Die rijkdom is hier goed te zien in het museum. We hebben een prachtig voorhuis met rijke tegeltablo's. De brikken en de koetsen in het achterhuis geeft allemaal een heel mooi beeld van de rijkdom vroeger hier op Ruinenwold.